Ondanks dat er momenteel geen vaste minister van Financiën en Planning is, zullen de belastingbonden blijven onderhandelen met de minister die waarneemt. Dat zegt zowel Joyce de Vlucht als Latoya van Dijk, respectievelijk voorzitter van de Douanebond en voorzitter van de Bond bij de Dienst der Belastingen. Volgens de Vlucht blijven alle gemaakte afspraken met voormalige minister Armand Gijbersing overeind. De lopende afspraken die wij hadden met de vorige minister. Wij zeker daarover door gaan onderhandelen met de minister die nu waarneemt. Omdat er harde afspraken zijn gemaakt in bepaalde gevallen waarbij, ik zal maar een voorbeeld geven, emolumenten verhoogd zijn na 800 SRD en dat zou per oktober 2020 moet het even nagaan, zou het ingaan. En daarnaast heb je ook nog enkele andere vervoerstoelagen, et cetera, recherchetoelagen, die al toegezegd waren door de vorige minister. En eigenlijk hadden we al begrepen van de vorige minister en de directeur dat het al bij RVM lag. Maar we hebben ook nog afspraken lopende met het OO, dat is het onderhandelingsorgaan, waar de minister, gewezen minister ons toen naartoe verwezen had. Van Dijk is verder van mening dat er sprake moet zijn van continuering van beleid. Ze onderstreept ook dat de reeds gemaakte afspraken nageleefd dienen te worden en dat ze ervoor zullen zorgen dat de eisen van de bond worden behartigd. Voor ons als belangenorganisatie, ik denk dat u op de hoogte bent van het feit dat we altijd gepleit hebben voor een betere rechtspositie. Dan heb ik het zacht over secundaire faciliteiten en waardering. En ik denk dat dit een gouden kans is om dan met die autoriteit dan, deze zaken te kunnen bewerkstelligen. Want zolang de dienst nog onder paraplu valt van VISO, dan zijn we echt beperkt. Dus wij gaan dan ook kijken wat dit allemaal voor ons kan meebrengen. En zeker een betere positie. Alle afspraken die lopende zijn met de directeur en vorige minister, die gaan we ook oppakken. We hebben ook al opgepakt, naast dat van de wet, hebben we ook al afspraken lopende omtrent onze interne zaken. Dus die gaan gewoon door. De voorzitters en de besturen zullen door onderhandelen met waarnemend minister Albert Ramdien en deskundigen. Ook omtrent de BTW-kwestie, waar niet in ieder nog uitkomt, zal er bij Ramdien worden aangeklopt voor verdere informatie.